Hallo, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben vandaag thuis en dat heeft een reden. Als jullie mijn vorige weekvlog hebben jullie gezien dat ik op zondag vreselijke spierpijn had in mijn benen. En zoals je weet is de tweede dag spierpijn altijd het ergst. En dat is dus nu. En ik wil hartstikke graag naar school, maar ik zou niet weten hoe. Ik kan amper lopen. Als ik loop, ik moet altijd van de metro naar school lopen. Dat is iets van 10 minuten. Nou, daar zou ik nu 20 minuten over doen. En we hebben 100 trappen op school. Daar kan ik ook echt niet op. Het gaat gewoon niet. Het is echt heel erg. Maar ik heb zo'n spierpijn. Maar goed. Ja, ik ga nu gewoon thuis huiswerk maken of zo. En ik hoop echt dat het morgen weg is. Of in ieder geval veel minder. Dat ik gewoon normaal kan lopen. Ik ben wat filmpjes aan het kijken op YouTube. Sorry dat ik niet echt heb gevlogd. Maar ik heb echt de hele dag huiswerk gemaakt. Dus dat is wel goed van mij. Ik heb honger. Het is 5:10, maar ik heb echt heel erg honger. Dus ik weet eigenlijk niet hoe laat mijn moeder thuis komt. Maar goed. Ik moet ook nog even mijn vlog voor woensdag bewerken. Laat ik dat even gaan doen. Want dan heb ik wat te doen. En ik ga ook vanavond even lekker weer The Walking Dead kijken. Yeah. I keep thinking that you'll be calling. Everyone says that it's all in my head. And I can't accept the end. I'm not ready to just give in. I know that I can't live in this pain. With these feelings of regret. Lekker The Walking Dead kijken. En wat doe jij? Facebook te kijken. Mam, je werd toch herkend? In de supermarkt, ja. Ja, cool hè? Je bent voor het eerst in je leven herkend. Wat vind je daar nou van? Nou, voor het eerst in mijn leven. Ik bedoel, hallo? Nu ben je wel echt herkend. Herkant? Herkant? Ik ben heel erg herkant. Timmy! Poeie, poeie, poepie! Auw! 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 Auw, lekker! Die schroek, lekker. Die naar de kapper moet. Die heeft The Walking Dead voor me gedownload, het spel. Dankjewel. Abonneer op, hoe heet je ook weer? Games of Games. Wat? Games of Games. De gamer speelt games. Mijn broertje heeft een gamekanaal, dus heb je nog een leuk broertje die van games kijken houdt. De gamer speelt games. Abonneer. Wist het maar even. Oh. Miauw. 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 Oh. 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 Ja. Oh. Mag ik je niet een kusje geven? Miauw. Oh, de boedie boedie poe. Lekker The Walking Dead spelen. Yay. Morgen aan het, hoe noem je dat? Renderen en zo opslaan. Dus dat is leuk. Deze hebben jullie natuurlijk al gezien. Maar goed, ik laat het toch even zien. Ik bedoel, waarom niet, hè? Dus leuk. Ben ik niet vet cute zo met mijn handdoek op mijn hoofd? Vreselijk. Gaan we lapie doen? Gaan we slapen? Ja, hè? Mijn mooie kunstwerk. Ja, dat is echt Pretty Little Liars. Ik denk dat als ze dit in de school zouden hangen, dat die mensen wel zouden weten dat wij dit zijn. Nee. Ja, misschien zo. Ja, wel. Helemaal. Wie is degene met het grootste hoofd? Pamela! Kijk, wel kunstig. Oké, kijk, ik vind dit wel kunstig. Zelf de emotie bedenken in je kunst. Mooi hè, het is echt een Galaxy Earth. Ik heb trouwens een heel geheel, want er hoort ook nog een ster bij. Halleluja! De kunstzinnige boel hier. Ja, hè? Kijk hoe geconcentreerd ik ook ben. Kijk, wacht. Kijk hoe artsy. Artsy party. Artsy party. Zijn dit? Oh mijn god. Nee, dit is wel leuk. Oh mijn god. Wie zijn dit? Oh man, nee. Daar kunnen sterretjes. Mijn schoenen zijn er. Ze zijn leuk hè, mam? Heel leuk. Nee, ik vind ze echt heel leuk. Nou, inmiddels lig ik alweer lekker in mijn bed. En wat ik nog heb gedaan is, ik heb een tijdlijn voor Nederlands gemaakt. Of nou ja, ik heb het nog niet af, maar ik ben eraan begonnen. Ik wilde filmen, maar ik was zo druk bezig dat ik het eigenlijk vergat. Terwijl ik het eigenlijk wel wilde vloggen, maar goed. Niet dat het boeiend is of zo hoor, want het is echt helemaal niet boeiend. Ja, ik ben erg moe. Ik ben nu nog even aan het lezen en dan ga ik over iets van 10 minuutjes slapen of zo. Want het is echt al 11 uur geweest, dus ja. Ik ben thuis en ik ga lekker wraps eten. Timmy ook wraps? Wil je ook een wrap? Het is weer tijd om dit liedje te oefenen, die jullie inmiddels al 100 keer in mijn vlog hebben gezien volgens mij. Oké, nee, 2 keer. Maar ik ga het nu niet zingen, want mijn stem is een beetje slecht. Maar ik moet alsnog even oefenen. Dus even tussendoor, ik ben even gestopt met zingen. Linde, de nieuwe video is online. En Linde, oh my god, je weet dat ik van je hou, maar ik hou van je. Want deze video is echt... ik ga helemaal stuk. Oh, wacht even, wacht even. De eerste gaan we nu trekken. Ik kan mijn huid eraf halen, man. Nee. Ik ga lekker mijn tanden poetsen en naar bed. Lekker hè, mam? Het is wel vroeg. Het is echt nog maar 20:15. Maar ik ga nu al naar bed. Want ik voel me niet zo lekker al de hele dag. Nou ja, weet je. Het is gewoon meer mijn keel en zo. Maar ik wil niet ziek worden. Dus ik ga maar een keer vroeg mijn bed in. Niet dat ik gelijk ga slapen. Want ik ga eerst The Walking Dead kijken. Ik lig in mijn bed. En ik merk echt dat ik ziek begin te worden. Mijn neus zit dicht. En ja... ik voel me gewoon niet lekker. Maar ja, hè? Ik hoop dat het gewoon niet te erg wordt. Want ik kan eigenlijk niet meer school missen. Morgen, ik weet niet of je het hoort aan mijn stem, maar ik ben lekker verkouden geworden. Ik voel me ook echt niet lekker. Ik heb hoofdpijn en zo, maar ik ga wel naar school, want ik heb echt een heel kort dagje. Ik heb maar 2 lessen en ik heb daarna ook nog een mentorgesprekje van een kwartiertje of zo. Dus ja, ik ga wel gewoon... eigenlijk voel ik me echt niet lekker, maar ik moet toch maar heel kort. En dan ga ik vanmiddag wel gewoon... ja, gewoon lekker chillen en ziek zijn. Lekker dit. Ik vind het echt niet leuk dat ik ziek ben. Maar goed, ik denk altijd maar beter nu. Want volgende week ga ik op wintersport. Tenminste, niet volgende week, maar die week daarna. En ik wil echt absoluut niet op wintersport ziek zijn. Dus ja, meestal als je een week daarvoor ziek bent geweest, dan word je het niet daar. Dus ja, ik ga me even aankleden en ontbijten en zo. Ik ben even een cracker aan het eten. Ik moet over 10 minuutjes weg. Ja, een kwartiertje. En ja, echt geen zin, maar goed. Ding dong. Wat zijn oor. Hey little messy yes bitch, I'm fucking with you. Je ziet het, ik heb een gedicht. Roses are red, violets are blue. In the motherfucking yes bitch, I'm fucking with you. Ik ben weer thuis en ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga even achter mijn computer of zo. Maar eigenlijk wil ik echt slapen, maar ik weet niet. Dan gaat mijn hele ritme weer naar de maan. Dus ik ga het maar niet doen. Ik heb me bedacht, ik ga toch wel even in bed liggen. Want ik voel me gewoon niet lekker. En ik ben echt heel moe. Dus ik ga gewoon in mijn bed even YouTube kijken. En dan ga ik straks in mijn bed even woordjes leren voor Engels. WRTS en ja. Jongens, het is inmiddels alweer eind van de middag, zaterdag. En ik zit allemaal lippenbalsem op me. Oké. Maar ik ben ja, ziek. Het is erger dan gisteren geworden. Maar ik ben wel vandaag heel eventjes naar vooropleiding geweest. Ik heb 2 lessen meegedaan. En toen ben ik weer naar huis gegaan. Want ja, weet je, ik ben gewoon niet fit. Dus ik had die hele dag helemaal niet volgehouden. En ja, ik ben nu gewoon even op mijn laptop en zo. Maar ja, en ik ga morgen naar mijn vader. Vind je het interessant? Waarom ga je nou zo stom kijken? Ook nooit normaal doen op film. Nou, dan word ik elke dag een camera op mijn snuffel staan de laatste tijd. Ja, maar wanneer mijn camera op je komt, ga je rare bekken trekken. make or break a test shot. That's why you want to know up to the last moment just how you stand with the elements. Tja, okay. Bam! Komt-ie. Dit is cool, hè? Jezus, je kijkt op hem. Wow, hij gaat er helemaal onder. Zo snel, hè? Jezus. Ik heb ook 4 naggies. 5 naggies. Mama, mijn sokken. Kom op. Ik ben wel goed voor je sok. Hoofdpijn. Ja, dat weet ik. Je hebt ook een drukke dag gehad, hè? Kind. Doei, jongens. Doei. Ik ben alweer thuis in mijn own house. Oké, niet mijn eigen huis, maar goed. Ik ben even wiskunde aan het maken, want gelukkig voel ik me echt weer gewoon eigenlijk best wel gewoon goed. Ik weet ook niet hoe het kan. Ik heb wel een verstopte neus en zo, maar normaal word ik wel echt ziek als ik verkouden word of weet ik veel wat. Maar dit keer is het echt niet zo, dus eigenlijk kan ik morgen gewoon weer naar school. Niet dat ik het leuk vind, maar ik mag eigenlijk gewoon even niks missen deze week, want ja. Dus ja, ik ben even mijn wiskunde aan het maken, want omdat ik maandag en dinsdag er niet was, heb ik best wel veel gemist. En loop ik een beetje achter. Dus ben ik even aan het maken. Maar ik ga zo stoppen, want ik haal het wel weer in de les. Ik bedoel, het is niet heel moeilijk, dus ja. Ik ga slapen, dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende week komt er maar een vlog van 4 dagen, omdat ik op wintersport ga. Dus dan moet ik op tijd kunnen editen en zo, bladibladibla. Maar in ieder geval, ik hoop jullie het leuk vonden. Jullie kunnen hier op abonneren klikken. En hier mijn vorige video. En dan zie ik jullie lekker weer bij de volgende video. Bye!